Oké, ik moet het echt even met je hebben over Barbie the movie. Want het is all over het internet te vinden. De marketing is geniaal. Ik zit te smullen van hier tot Tokio. Wat hebben ze nou precies allemaal gedaan qua marketing? Wat kun je ervan leren? En wat kun jij gaan toepassen in je eigen bedrijf? Ik ga je er alles over vertellen in deze video. Oké, de marketing van Barbie. Als eerste is er natuurlijk een gigantische hype. All over het internet vind je dingen van of over Barbie. Nou, die hype bestaande natuurlijk uit die rollerskatende foto. Dat is de eerste foto die ik me kan herinneren die ik zag over de Barbie-film. Maar ook natuurlijk de welbekende voetenfoto van Barbie. Hè. Barbie heeft natuurlijk die kenmerkende voeten die omhoog staan en geen platte voeten. Nou, iedereen ging los over, zijn dat Margot Robbie's echte voeten, ja of nee? Een en al commotie over die foto. Ik zie nu ook in heel veel reels de remix van Barbie Girl. Dus het nieuwe nummer eigenlijk van Nicki Minaj. Die heeft het helemaal vernieuwd. Ja, zo anders. Het is Nicki Minaj. Ik bedoel, zo'n grote ster. Het is in zoveel reels te vinden. En alleen al ook dat nummer zoveel in reels wordt gebruikt, creëert die hype. Ik snap dat jij niet zulke grote sterren tot je toegang hebt. Tot je toegang tot hebt. Tot je beschikking hebt. Tot je beschikking hebt. Maar wat ik je vooral wil meegeven is als je iets gaat lanceren, een super vet nieuw aanbod bijvoorbeeld, ga dan niet gewoon zeggen, yo, er staat wat nieuws online, ja, koop het. Maar creëer die hype. Het kan soms echt maanden van tevoren, want soms kosten dingen gewoon lang om te maken. Maar dan kan je steeds een beetje teasen, steeds een beetje meer laten zien. Je kan niet per se alleen rondom je aanbod, maar ook kan je er iets omheen creëren wat bij je aanbod past. Dat je allemaal kleine linkjes legt eigenlijk naar je aanbod, waardoor mensen super nieuwsgierig worden. Nicki Minaj, Dua Lipa, Margot Robbie, Ryan Gosling. Het zijn hele grote en bekende sterren. Soms alleen al voor de cast, de acteurs, willen mensen naar een film. Dus dit is heel slim gekozen. Ik vraag me trouwens af, ik vind Ryan Gosling niet per se een echte ken. Maar daar is ook dus heel veel commotie over geweest. Ik had het laatst toevallig ook nog met een vriendin erover van, ja, vind jij nou Ryan Gosling echt een ken? Nee, ja, wie zou er een betere ken eigenlijk zijn dan hij? En we gingen zelfs op zoek naar een betere ken. Maar dat wil dus zeggen dat mensen daar ook over praten. Qua grote sterren zou je dus ook eens kunnen kijken, wat zou jij met influencers kunnen doen voor jouw bedrijf? Dat wordt best wel weinig nog gedaan, terwijl daar ook zoveel mogelijkheden liggen. Wie kan je inzetten dat jou een veel groter bereik geeft voor jouw aanbod of voor jouw merk. Vind je mijn video's nou leuk? Heb je er wat aan? En wil je meer? Ik heb een gratis training voor je. En de link daarvan vind je in de beschrijving van deze video. Misschien wel het meest geniale vind ik dit billboard hier wat je ziet. Roze. Je ziet alleen maar roze en een datum. That's it. Bizar. Iedereen weet, als ze dit billboard zien, dat het gaat over Barbie. Want het is zo'n specifieke roze kleur. Dat mensen, wat het dan ook is, moeten denken aan Barbie. En die kleurassociatie is sterker dan je denkt. Zelfs bij kinderen, als zij iets zien in de Barbie-kleur, wat het dan ook is, dan kunnen ze al zo zeggen van, oh hey Barbie. Terwijl het bijvoorbeeld gewoon iets totaal anders is, toevallig wel in dezelfde kleur. Ik heb dat bijvoorbeeld ook gezien bij mijn bedrijf. Ik gebruik natuurlijk ook heel veel roze. Een beetje, ja, deze roze, pastelroze. En ik kreeg wel eens berichtjes van volgers of klanten die dan in een winkel waren en van alles en nog wat in het roze zagen. En die stuurden me dat door. Hey, ik moest aan je denken. Kijk, allemaal roze. Bepaald kleurgebruik kan dus onbewust ervoor zorgen dat jij top of mind bent bij jouw doelgroep. En hoe geniaal is dat? Want je wil eigenlijk dat mensen ook buiten je bedrijf om aan jou denken. Wat je ook ziet is dat de Barbie movie gigantisch veel samenwerking is aangegaan. Iets van 100 merken doen iets met Barbie. En ook echt grote merken. Nou, je ziet er hier een paar van. Nagellak, rollerskates, make-up, koffers, tassen. Zelfs Xbox doet mee met een speciale Barbie set. Je kan je dus voorstellen dat zo'n soort limited edition, ik weet niet of ze limited edition maken hoor, maar dat er een gigantische run op gaat zijn. Wat natuurlijk ook geniaal is, is het Barbie Dream House. En nog genialer is dat dit huis op Airbnb staat. En dat je dus kans kunt maken om in dit huis te verblijven. Nou, ook weer, ik snap dat al deze merken en zelfs Airbnb natuurlijk niet toegankelijk zijn voor jou. Maar
kijk eens naar andere samenwerkingen. Kijk eens naar de mensen om je heen. Kijk eens naar wat voor merken er weer bij jouw bedrijf zouden kunnen passen. Of wat voor andere bedrijven. Oké, stel hè, je bent een personal trainer. Dan kun je eigenlijk met gigantisch veel partners samenwerken. Met sportkleding, met eiwitrepen, met voedingsmensen, met massages, sportapparatuur, noem maar op. Je kunt elkaar helpen op die manier, maar ook zorgen voor bijvoorbeeld kortingscodes. Dat jij daardoor weer inkomsten krijgt door puur een kortingscode te geven, zodat jij weer klanten aandraagt aan die andere bedrijven. Er zijn zoveel mogelijkheden en samenwerkingen worden best wel weinig nog aangegaan, terwijl daar echt ook een kleine goudmijn ligt. Naast dit soort samenwerkingen zou je ook bijvoorbeeld letterlijk iets samen kunnen doen. Bijvoorbeeld een event of iets dergelijks organiseren. Als je bedrijf wil laten groeien, dan kan een event super interessant zijn. Maar het kan nog zijn dat je eigen bedrijf iets te klein is. Als je gaat samenwerken met één of zelfs meerdere partijen en die hun following natuurlijk ook weer uitnodigen voor dit event, dan heb je eigenlijk heel veel mensen die jouw doelgroep zijn, maar ook doelgroep van de anderen. Dus het is slim om niet met je directe concurrenten te gaan samenwerken, maar wel met mensen die dus jouw doelgroep ook als hun doelgroep hebben. En dan heb je dus elkaars bereik, elkaars community, die dan komt, die dus ook weer klant van jou en van de anderen kunnen worden. Dat is gewoon een dikke win-win. Wat je ook ziet gebeuren nu bij Barbie the Movie is dat heel veel bedrijven erop inspringen. Dus niet per se iets ontwikkelen zoals ik net liet zien met de samenwerkingen. Maar wel bijvoorbeeld erop inspelen door bijvoorbeeld memes in te zetten. Bijvoorbeeld van Burger King India en McDonald's India. Dat zij de Barbie poster hebben gepakt en daar dus een burger in hebben gezet als promotie. Super slim, want als jij inspeelt op een trend zoals deze van Barbie, dan weet je dat het sowieso op gaat vallen. Stel je voor, hè, je bent een voedingscoach en je maakt voor de grap gewoon een Barbie voedingsschema. Of een personal trainer, dat je een Barbie of Ken workout maakt. Of als je een restaurant hebt, dat je een Barbie menu hebt. Een softijsje roze maken en dan op je ijskaart zetten dat het het Barbie ijsje is. Als je een interieurstylist bent, laat iets zien met roze spullen zodat kinderen of ouders hun kinderkamer kunnen omtoveren in een hele Barbie-kamer. En je kapper zet een Barbie-kapsel op je lijst erbij. Het kan ook puur als grapje of als dikke knipoog zijn. Het hoeft niet per se dat mensen dit gaan willen. Maar door op zo'n trend dus in te spelen, kan het al zorgen dat mensen dus dit naar elkaar gaan sturen van: oh mijn god, kijk, bij de kapsalon van ons kan je nu een Barbie-kapsel nemen. Een hotel in Kuala Lumpur heeft een hele verdieping omgetoverd tot Barbie-kamers. Nou, daarmee haal je natuurlijk het nieuws. Daarmee zal je op social media zien dat er heel veel run komt op deze speciale Barbie-kamers. Voor iedereen die dit grappig vindt, voor iedereen die Barbie-fan is, als je een keuze hebt in Kuala Lumpur tussen alle hotels of één hotel, de hele verdieping vol met Barbie-kamers, dan zal je dus zien dat mensen gewoon daar naartoe komen, speciaal voor die Barbie-kamer. Ook als commercials of ads zijn, dan kan je super goed inspelen op deze Barbie-trend. En nu heb ik Barbie als voorbeeld, hè, maar er zijn wel vaker trends waar je super slim op in kan spelen. Dit is bijvoorbeeld een commercial van een verzekeringsmaatschappij. Ze staan natuurlijk overduidelijk voor het Barbie-huis, maar doen geheimzinnig dat ze een nieuwe cliënt hebben en dat dat haar huis is. Dat ze echt goed verzekerd moet zijn natuurlijk voor zo'n groot en waanzinnig huis. En dat zij haar verzekering regelen. Super slim om daarop in te spelen. Ik ben trouwens super benieuwd of je al naar de film bent gegaan of van plan bent om te gaan. Dus laat me zeker weten in de comments of wat je van deze hele hype vindt, van deze hele marketing. Ik ben echt onwijs nieuwsgierig. Nou, dan natuurlijk de social media. Barbie is all over social media te zien natuurlijk. Er zijn allemaal memes gemaakt. Ik weet niet of het uiteindelijk door Mattel, hè, bedrijf van Barbie, is gemaakt. Maar dat zal wel heel erg slim zijn. Maar ook anderen spelen hier natuurlijk op in. Want als je content maakt over Barbie, dan weet je al, hé, het valt op. Mensen vinden het leuk. Er is nu een hele Barbie-hype. Dus mensen zijn dan heel erg fanatiek vaak met grappige memes maken erover. Of delen. Nou, wat je dan ook weer ziet, is dat niet per se de Barbie-film daarmee wordt gepromoot. Maar wel van, Barbie is gaande. Dus hé, grappig, even deze meme delen. Wat de marketingafdeling ook heel erg slim heeft gedaan,
is een postergenerator gemaakt dat je je eigen Barbie poster kan ontwikkelen. Je ziet hier die van mij. Ik heb dat natuurlijk ook eventjes uiteraard gedaan voor deze video. Maar dit werkt dus met AI, met kunstmatige intelligentie. Je kan je foto daar dus uploaden. Er staat een tekstje boven van This Barbie is a... Mensen maken daar ook allerlei grappige dingen van, zoals deze van Gwyneth Paltrow. Dit gaat over het ski-incident. Ik weet niet of je dat toen hebt meegekregen, maar zij was aan het skiën en zij had iemand anders overheen geskiet of een botsing met een andere skier gemaakt. Hele rechtszaak kwam daar aan te pas. En dan hebben ze daar weer een grappige Barbie-meme op deze manier van gemaakt. Maar het interessante voor jou is dus om na te denken van, hey, wat voor soort content zouden mijn klanten of volgers delen over mijn aanbod als in de hype naartoe? Eigenlijk mogen we meer gaan denken als, hey, ik ga niet gewoon bijvoorbeeld een cursus of zo lanceren of een nieuw coachingstraject. Maar eigenlijk dat je het veel breder trekt, dat het een soort van movement wordt. Want nu is het natuurlijk echt een hele Barbie-movement aan het worden. Zowel online als offline bedrijven die eraan meedoen en dergelijke. Maar dat kan natuurlijk ook op een kleinere schaal. Dat je iets grappigs bedenkt wat super deelbaar is. Stop wat humor erin. Wat mensen leuk vinden om te delen. Misschien leuke woordgrapjes, whatever. Maar dat het iets meer gaat leven. Dus shareable content is zeker interessant om over na te denken als jij iets gaat lanceren of net gelanceerd hebt. Wat ook geniaal is, is dat Margot Robbie een hele perstour aan het houden is. Ze gaat naar verschillende landen voor interviews en dergelijke. En wat het team heeft bedacht, is dat zij iedere keer als ze verschijnt, dat ze in een look van Barbie gaat. Nou, Barbie heeft natuurlijk ontelbare poppen gemaakt ooit. En die hadden natuurlijk altijd een outfitje aan. Nou, je ziet hier een paar foto's dat ze dus die look nu hebben nagemaakt. Super slim, want dit levert zoveel opmerkingen, comments op. En hoe geniaal is het als zij ergens verschijnt, dat mensen dus gaan opzoeken van wow, welke look was dit geweest van Barbie? Dit kun je heel makkelijk gaan toepassen. Overal waar je komt, of dat nou events zijn, op je eigen events, netwerkborrels, waar dan ook. Zorg ervoor dat je gekleed gaat in je brand. Heb jij specifieke kleuren? Draag dat dan. Heb je een super specifieke huisstijl, bijvoorbeeld heel minimalistisch? Ga dan gewoon in die vorm van huisstijl ook gekleed, dus heel minimalistisch. Heb jij roze? Ga in roze. Heb jij altijd alles in zwart? Ga in zwart. Heb jij heel veel tierenlantijntjes? Ga gekleed met kleding met heel veel tierenlantijntjes. En dat zorgt ook weer voor die herkenning. Mensen die je bijvoorbeeld volgen en die dan op een event ergens zijn, die zullen je zo eruit kunnen pikken. En op die manier maak je dus eigenlijk alleen al met je kleding direct reclame voor je bedrijf. Dit is zoiets kleins en zoiets makkelijk om toe te passen. Echt gaan doen, hè? Wat we nog het meeste kunnen leren van deze marketing is dat het niet aanvoelt als marketing. Het voelt veel meer aan als fun. Van wow, deze merken maken dit allemaal in de lijn met Barbie. Of wow, pop-up café hier. Wow, Barbie workout daar. Het voelt veel meer als fun. En zo mag je dus ook iets meer fun toe gaan voegen in je eigen marketing. Waar kan je knipoogjes geven? Waar kan je grappige dingetjes aan toevoegen, zodat het herkenbaar is? Als je vaker bijvoorbeeld ook in gaat spelen op trends, of het nou de Barbie trend is of wat anders, maar dat je dat het gewoon leeft, dat je bedrijf leeft, dat mensen gewoon zien van, hey, jij snapt het spelletje. En het spelletje is meer het verleidingsspelletje. Niet zoveel mogelijk informatie in de strot duwen van jouw doelgroep. Maar er mag veel meer gespeeld worden. Er mag veel meer fun aan toe worden gevoegd. En als je iets breder gaat kijken dan alleen je aanbod zelf. En dat je zo erg in je bedrijf zit, is het goed om regelmatig eens uit te zoomen. En bijvoorbeeld dit soort video's van mij te bekijken. Die je creativiteit weer wat meer aanzetten. Waardoor je ongetwijfeld allerlei ideeën krijgt om dat toe te gaan voegen aan je bedrijf, aan je merk. Zodat het allemaal iets meer leven in de brouwerij komt. Nou, ik ben dus super benieuwd wat jij van deze hele Barbie-hype vindt. Of het misschien totaal langs je heen is gegaan. Of dat je er net als ik helemaal middenin zit en van alles en nog wat op internet tegenkomt en daarvan zit te smullen. Laat me zeker weten in de comments. Like deze video als je deze video
tof vond. En subscribe je natuurlijk op mijn kanaal om geen enkele video te hoeven missen. En ben je benieuwd hoe jij kunstmatige intelligentie kunt gaan inzetten? Ik heb een hele handige video gemaakt over ChatGPT. Een onwijs handige brainstorm tool dat eigenlijk je nieuwste marketing BFF is. Check de video zeker, want je gaat dit geniaal vinden. Ik zie je in ieder geval weer in de volgende video.